U hoort het, de strijd gaat dus door. En niet alleen in de rechtszaal. Ook daarbuiten blijven we zoeken naar nieuwe sporen en aanknopingspunten. Afgelopen week nog melden zich bij ons twee ooggetuigen. In de nacht van de moord fietsten zij, net als Marianne en haar twee vrienden, naar huis. Het klinkt misschien gek, maar hun verklaring is vooral belangrijk om wat ze niet gezien hebben. Marianne Vaatstra vertrekt na een avondje stappen vanuit discotheek Paradiso in Kollen. Samen met haar vriendje Spencer en diens vriend Wietse. Volgens de jongens gaan ze enkele kilometers verderop, ter hoogte van de sportvelden in Buitenpost, uit elkaar. Marianne vervolgt haar weg alleen richting haar woonplaats Zwaagwesteinde. Maar ze komt daar nooit aan. Want de volgende dag wordt Marianne doodgevonden in de uithoek van een weiland, op nog geen kilometer afstand van de sportvelden waar zij en haar vrienden afscheid hebben genomen. Direct na de moord worden Spencer en Wietse door de recherche gehoord over het exact verloop van die fietstocht, en de twee staan wangslijm af voor een DNA-test. Hun profiel matcht niet met de sporen die op het lichaam van Marianne zijn gevonden. De politie is er na onderzoek van uitgegaan dat het verhaal van Spencer en Wietse klopt. Terwijl de ouders van Marianne hun lezing over het afscheid tijdens diverse gelegenheden in twijfel hebben getrokken. De jongens zijn drie keer bij ons thuis geweest, hebben drie keer een ander verhaal opgehangen over dat afscheid nemen. Daar klopt echt niks van. Zij had het nooit gedurfd, alleen op de fiets. Het is nog nooit gebeurd en ze had het nooit gedurfd. Niettemin wordt het al snel stil rondom dit hoofdstuk en spitst het rechercheonderzoek zich toe op andere aspecten van de moordzaak. En gaandeweg verdwijnt de rol van Spencer en Wietse in de vergetelheid. Totdat zich afgelopen week bij ons op de redactie een getuige meldde met een opmerkelijk verhaal. Waar was jij de avond van de moord op Marianne Vaatstra? In Kollen, in de Paradiso, ben ik op stap geweest. Daar zo met mijn vriendin. Tot hoe laat? Tot 12 uur, 12:30. Ja, tussen 12:30 en 1 uur ben ik weggegaan sowieso. Buiten Kollen. En hoe ben je weggegaan? Op de fiets. Ben ik vanaf de Paradiso ben ik richting de tennisvelden van Kollen gefietst. Toen ben ik naar Buitenpost gegaan. En wat gebeurde daar? Daar bij de hoofd van de tennisvelden, daar kwam ik dus Spencer tegen en nog een andere jongen. En ja, die stonden wat met een fiets te rommelen en zo. En ja, geen Marianne erbij in ieder geval. Je wist zeker dat het Spencer was? Ja, dat weet ik wel. Want die ken je? Ja. En ze waren met z'n tweeën? Ja. En Marianne Vaatstra was daar niet bij? Nee, die was er zeker niet bij. Heb je nog iets gezegd tegen ze? Ja, hoi volgens mij. Maar je bent niet gestopt? Nee, dat niet. We zijn gewoon een keer doorgefietst. Wat dacht je toen je de volgende dag hoorde dat Marianne Vaatstra was vermoord en dat die twee jongens die jij hebt gezien eigenlijk de laatste waren die in haar gezelschap waren? Dat het niet helemaal klopte. Want ik heb die jongens daar alleen met z'n tweeën gezien en Marianne die was daar niet bij aanwezig. Dus dat vond ik wel vreemd. Vond ik wel apart. Die had op die plek daar nog bij moeten zijn, ja, eigenlijk. Wel, ja, want het was het begin van Kollen. Wat heb je met jouw waarneming gedaan? Heb je dat gemeld ergens? Ja, dat heb ik bij het politiebureau gemeld. Ik ben de volgende dag, volgens mij was het de volgende dag, ben ik naar het politiebureau toegegaan. Ik heb verklaring afgelegd over wat ik gezien heb. En jij alleen? Samen met mijn vriendin. Toen destijds mijn vriendin. Die heeft dat ook heel duidelijk gezien? Ja, en die heeft het ook gezien. Wat zei de politie daarvan? Ja, die ging een beetje vaag mee om, zo van... Die vonden het allemaal wel goed. Eigenlijk, zo'n indruk kreeg ik van hen. Heb je dat dwars gezeten? Nou, ik heb er nog wel eens over nagedacht, maar... Ja. Want later is toch een paar keer ter discussie gesteld... Ja. Wat die jongens nou wel of niet hebben gedaan die nacht.
Had jij toen nooit dat je bij jezelf dacht van ja, maar ergens klopt er iets niet. Blijft een merkwaardig verhaal. Jawel, daar heb ik wel over gedacht. Maar ik had de verklaring afgelegd, dus ze gaan er wel wat mee doen, dacht ik. Heb je nooit meer iets gehoord van de politie? Nee, ik heb nooit wat gehoord. Je vriendin ook niet? Nee, ook niet. Er is dus onduidelijkheid ontstaan over de precieze gang van zaken tijdens Marianne's laatste fietstocht. En om nu eens helder in kaart te brengen hoe alle plekken en locaties ten opzichte van elkaar liggen, hebben we besloten dat eens vanuit de lucht te gaan bekijken. Internet, mobiele communicatie. Dit hier onder mij is het centrum van Kollum. Marianne is die bewuste avond samen met haar vriendje Spencer en dienstvriend Pietse hier uit geweest. Na middernacht zijn ze vertrokken op de fiets in de richting van het plaatsje Buitenpost. Dit hier zijn de sportvelden aan de rand van het plaatsje Buitenpost. En dat ligt weer luttele kilometers van Kollum, waar Marianne dus is vertrokken met haar vrienden. Naar zeggen van Spencer en Wietse hebben ze hier, bij aan de rand van die sportvelden, die avond van elkaar afscheid genomen. Hier onder mij ligt het veelbesproken asielzoekerscentrum De Poelplaats, waar heel veel om te doen is geweest na de moord. Het asielzoekerscentrum ligt slechts op steenworp afstand van de sportvelden waar Marianne, Spencer en Wietse uit elkaar zijn gegaan. Althans, volgens zeggen van Spencer en Wietse. Op zo'n kilometer afstand van het asielzoekerscentrum ligt het inmiddels bekende fietstunneltje waar Marianne hoogstwaarschijnlijk doorheen is gereden. Vervolgens is Marianne slechts enkele honderden meters verderop, hier in dit weiland, aan het einde van deze bomenrij waar een kleine inham is, verkracht en vermoord teruggevonden. Maar Ferry Brouwer en zijn vriendin Tini de Haan, die zich al een dag na de moord bij de politie hebben gemeld, vertellen ons nu een ander verhaal. Ferry Brouwer zegt dat hij die avond hier in Kollum bij de tennisvelden Spencer en een hem onbekende jongen heeft zien staan. Dat moet vrijwel zeker Wietse geweest zijn. Zonder Marianne. En dat is een heel belangwekkende verklaring. Want die tennisvelden die liggen kilometers verwijderd van de plek waar Marianne en Spencer en Wietse van elkaar afscheid zouden hebben genomen. Als het klopt wat Ferry en zijn vriendin verklaren, dan werpt dat een ander licht op de zaak. Het betekent immers dat de moord een andere aanloop heeft gehad dan tot nu toe steeds werd verondersteld. Maar dat werpt ook direct de vraag op, waarom hebben Spencer en zijn vriend Wietse daarover dan een ander verhaal verteld? Of is daar een logische verklaring voor? Om daar duidelijkheid over te krijgen namen we contact op met het Openbaar Ministerie in Leeuwarden dat de leiding heeft over het onderzoek in de zaak Vaatstra. Wij legden justitie de volgende vragen voor. Zijn de verklaringen van Brouwer en de Haan bekend bij politie en justitie? Hoe verhoudt de verklaring van Ferry Brouwer zich tot de verklaring van Spencer dat hij, Wietse en Marianne pas de hoogte van het sportveld in Buitenpost uit elkaar zijn gegaan? Zijn de verklaringen van Brouwer en de Haan voorgelegd aan Spencer en Wietse en wat was hun reactie erop? Hebben ze bevestigd dat ze Brouwer en de Haan die bewuste nacht zijn tegengekomen?
hebben ze een verklaring kunnen geven voor het feit dat ze door twee getuigen zijn gezien zonder Marianne en wel op een punt waarop ze volgens hun eigen lezing nog in haar gezelschap hadden moeten zijn? Het Openbaar Ministerie Leeuwarden gaf erop de volgende schriftelijke reactie. Vanzelfsprekend zijn wij op de hoogte van de door Ferry Brouwer en Tini de Haan afgelegde verklaringen. Deze verklaringen zijn door het RBT destijds vergeleken met de door Spencer en Wietse afgelegde verklaringen. Verder zijn de betreffende verklaringen vergeleken met door andere getuigen afgelegde verklaringen. Destijds is de conclusie getrokken dat aan de juistheid van de door Spencer en Wietse afgelegde verklaringen niet getwijfeld hoefde te worden. Deze conclusie staat thans nog steeds overeind. Uiteraard vroegen wij Spencer en Wietse ook om commentaar. Spencer liet ons in een telefonische reactie het volgende weten. Ferry Brouwer en Tini de Haan, die ken ik wel. Ik kan me alleen niet herinneren dat ik ze tegengekomen ben die nacht. Wietse kan het zich ook niet herinneren. Als zij zeggen dat Marianne ter hoogte van de tennisvelden in Kollum niet meer bij ons was, dan hebben ze volgens mij twee anderen gezien. Want Marianne moet toen bij ons zijn geweest. Marianne was gewoon bij ons toen wij de Paradiso verlieten en vanuit daar zijn we met z'n drieën naar Buitenpost gegaan. De politie heeft ons wel gevraagd of wij onderweg nog mensen zijn tegengekomen, maar ze hebben nooit gevraagd of we Ferry en zijn vriendin hebben gezien. Ja, een raadselachtig verhaal waarbij opvalt dat het Openbaar Ministerie niet al onze vragen heeft beantwoord. Justitie twijfelt enerzijds niet aan de verklaringen van Spencer en Wietse, wie het DNA ook niet overeenkomt met de gevonden dadersporen. Maar justitie heeft anderzijds verzuimd hen te vragen of zij die avond Ferry en zijn vriendin hebben gezien. En dat had natuurlijk wel moeten gebeuren. Daar staat tegenover dat Ferry Brouwer en zijn vriendin ogenschijnlijk geen belang hebben over hun waarnemingen te liegen. En zij zich ook direct na de moord bij de politie met dit verhaal hebben gemeld. Hun herinnering was nog vers. Bouke, wat vind jij van dit verhaal? Nou, dit verhaal dat sluit aan op ons denken steeds. Er klopt iets niet. Er klopt iets niet in het hele verhaal van Kollum Buitenpost naar het tunneltje toe. Dat klopt iets niet. Ja. En nou krijg je ineens nou, dit verhaal weer binnen. Ja. Want jij en je vrouw hebben al eerder gezegd dat er in het relaas van Wietse en Spencer hiaten zaten. Ja. Dat hebben we altijd gezegd, ja, dat klopt. Nu zegt het Openbaar Ministerie, nou, wij twijfelen er eigenlijk niet aan. De verklaring van Wietse en Spencer is ook door anderen bevestigd of op zijn minst ondersteund. Ja, dat kan ik me niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat de ene verklaring wel geloven en de andere die het ook gezien heeft, bijvoorbeeld van Ferry Brouwer, die heeft toch gezien dat ze er niet bij was. En als het nou heel donker was geweest, kon ik het me ergens voorstellen, maar het was volle maan daarna. Het was onbewolkt. Dus het was hartstikke licht, dat weet ik nog zelf nog. Die nacht helemaal licht was. Dus, en Ferry kon ook de kleren van Spencer beschrijven, wat kleur betreft ook. Dus ze kunnen niet zeggen dat zij ze nooit gezien hebben. Hij heeft ze gezien, dat kan hij bewijzen. En dat is ook bij de recherche bekend. Goed, dankjewel. Zo blijven er dus altijd dingen te onderzoeken. En hopelijk leidt dat ooit, en het liefst op zeer, zeer korte termijn, tot de oplossing van de zaak. En deze vaststelling geldt zeker ook voor ons volgende onderwerp, de gruwelijke dubbele moord in Amsterdam-Noord, die deze maand al 3 jaar onopgelost is.